Verloskundige Gea Reusing maakt het in de praktijk wekelijks mee. En de impact is groot als je te maken krijgt met een doodgeboren kindje of een miskraam. Ja, nou ja, dat is een, ik noem het altijd het ondergeschoven kindje, vooral de miskramen. Daar zit toch nog wel wat taboe op. En dat is, ja, het komt best wel heel veel voor. Één op de vier vrouwen in Nederland heeft ermee te maken. Eén op de vier? Eén op de vier vrouwen. Maar hoe kan het dan dat als het zo vaak voorkomt dat we het met elkaar niet over hebben? Ja, het is denk ik een stukje cultuur, hè, van ook een stukje opvoeding, een beetje calvinistisch. Van kom op, hupsakee, we gaan weer verder. Hè, dat. Maar zo werkt het dus niet. Nee. Je hebt de zwangerschaptest gedaan en je bent al helemaal bezig eigenlijk met je toekomst. Je hebt het helemaal aan het plaatje gegeven. En die valt dan eigenlijk helemaal in duigen. Er zijn ongetwijfeld mensen die zeggen, ja, dit is ook de natuur, het hoort er ook bij. Dus klopt. Ja. En dat is ook natuurlijk zo. En zo wordt het soms ook echt wel mee omgegaan. En dat mag. Want je mag er allemaal op je eigen manier mee omgaan. Alles is goed. In Almere en hier op Urk zijn al speciale herdenk- en begraafplekken voor te vroeg geborenen. Mooi, in de Knop. Zoiets zou dus ook in Emmeloord passen. Dat lijkt me een heel goed initiatief. Dat in de Noordoostpolder gaat komen. Ja. Ja. Wat draagt dat bij? Nou, het is, nu is het zo dat die hele kleine kindjes in de zwangerschap, die hebben eigenlijk niet echt een heel goed plekje. Je mag je kindje eigenlijk, als het met 11 weken geboren wordt, of 8 weken of 14 weken, eigenlijk zelf in je eigen tuin begraven of in een bos. Maar er zijn ook zat kindjes die je nooit hebt gezien. Die zijn door de miskraam al niet gezien. Maar die kan je op deze manier wel echt een plekje geven. En dit is ook een plek waar ouders naartoe kunnen gaan. Ook met de broertjes en zusjes misschien. Hè? Dan lijkt me ook heel goed om te doen. En ik vind het heel mooi dat deze keuzevrijheid, dat er gewoon is. Voor lang niet alle ouders is dit nodig, maar als het wel zo is, dan is het er. Dus dit is een heel mooi initiatief. En het heeft niks te maken met een hype of moderne tijd? Absoluut niet, nee. Want ik spreek wel eens bijvoorbeeld een vrouw van 80 of 85. Hè, en dan weten ze dat ik verloskundige ben. En dan krijg ik heel vaak verhalen over de bevallingen. Maar dan krijg ik ook heel vaak verhalen over de miskramen te horen. En dan denk ik van, goh, de baby is 85, maar het leeft nog steeds. Dus het is absoluut geen hype. Nee, dat blijft.